toch iets warms in de winter. Want, amai, het is toch koud door deze dagen. Allee, waar is dat? Amai. Hopelijk gaat het niet sneeuwen, want als ik hier buiten zit in de sneeuw, dat is toch koud. Misschien vind ik nog wel iets. Amai, goed dat ik mijn jasje gevonden heb. Lekker warm deze dagen. Een bril. Amai. Oh, dat is beter. Zeg, die winter is echt. Oh, zo koud. Een pakje. Maar ik zie nergens een naam. Zou dat van iemand zijn? Nu is het van mij. Waar zijn al mijn cadeautjes? Oh, ik heb die bocht veel te scherp gepakt. Nu zijn al mijn cadeautjes weg. En ik vind ze nergens meer terug. Kerstman, jongen. Dat is geen goede set van jou, hè. Ik ga nooit op tijd er zijn voor alle pakjes weg te brengen. Want al die kinderen die geen kerstmis krijgen, dat is een ramp. Oh. Kerstman. Oh, het eerste pakje heb ik al gevonden. Maar waar zijn de rest van de pakjes? Als ik dan sowieso hier in de buurt was, van daar ben ik zo naar daar gegaan en van daar dan naar hier. Moet ik sowieso die kant op. Ja, het eerste pakje breng ik al zeker vast naar mijn slee. En dan volg ik gewoon de weg van de andere pakjes. Goed zo, Kerstman, goed zo. Nog een pakje. Ik denk het dat het vandaag mijn geluksdag is. Dat is van mijn kindertijd geleden dat ik nog een pakje heb gehad. Oh, wel benieuwd wat erin zit, maar ik ga ze toch nog niet openen. Waar vind ik toch mijn pakjes? Het gaat een hele grote fiasco zijn. Ik heb nog maar 5 pakjes gevonden. 5! Op 1 uur tijd. En geen pakjes meer te vinden. Oh, dag, jongeman. Dag, Jitwan. Er is iets vreselijks gebeurd. Kunt u mij misschien helpen? Helpen met ja, kijk, waar? Ik ben er juist met mijn aardeslee een heel grote flauwe bocht genomen. En er zijn zeker 15 pakjes. 15. Uit mijn slee gevallen en ik ben ze kwijt. En je wilt dan eigenlijk dat ik help met zoeken? Natuurlijk. Ik heb er op 1 uur al 5 pakjes gevonden, maar die andere 10 pakjes, die vind ik niet. Dus die 10 kinderen hebben niks? Dan. Inderdaad. Die 10 kinderen, die gaan niks krijgen met kerstmis. En dan breekt mijn hart. Kerstmis is een tijd van samen zijn met pakjes. Cadeautjes natuurlijk, hè, cadeautjes. Maar geen cadeautjes te vinden hier nu. Ik heb er nog geen gezien. Dat ik loop ook al een paar uur. Is een vlotte ramp. Ja. Ik zal helpen zoeken dan. Als jij dat heel graag wilt, dan dat zou fantastisch zijn. Ja.
Okay. Ja, ik ben heel die kant al geweest, dus de laatste kant is inderdaad daar. En als wij samen alle pakjes vinden, dan heeft elk kind dat nog geen pakje heeft, toch nog een pakje. Ja, dat is goed, ja. Oké, okay, kom. Kerstman, wat is het? Ik moet nog iets zeggen. Ik heb wel cadeautjes gezien. Waar heb je ze gezien? Hier, in het bos, maar ik woon al een tijdje in het bos en ik heb sinds mijn kindertijd geen cadeautjes meer gehad. Dus ik dacht, ik hou ze bij, maar die kinderen hebben ze meer nodig dan mij. Dank je. We moeten nu echt de cadeautjes op tijd vinden, want anders... We moeten er nog acht hebben. Ja, kom. We gaan ze zoeken. Maar het is niets. Bedankt voor mee de pakjes te helpen zoeken. Hè? En mijn slee te repareren. Maar ja, want met die bocht een beetje flauw te nemen, ben ik ook een beetje tegen een tak gebotst. En... Ja, ik zou dat niet meer doen. Hè? Nee. De flauwe bocht nemen. De kerstman zal goed opletten vanaf. Ja. Al goed dat jij zo'n handige jongen bent. En ook dat je toch nog eigenlijk feitelijk diep in uw hart ook een goede jongen bent. Ja, maar ik ben toch ook wel... Ja. Kijk, Patrick. Je hebt dan misschien de gedachte gehad om de pakjes voor jou te willen hebben. Maar je hebt de pakjes toch afgegeven aan de kerstman. En vanaf nu zal de kerstman voor jou ook elk jaar terug een pakje geven. Want iedereen verdient met kerstmis een pakje. Kerstmis is een tijd van samen zijn en een tijd van pakjes. Vrienden en familie, alles hoort erbij. Ja. Wacht, ik denk dat ik nog iets heb. Wacht, ik ga eerst in mijn slee iets halen. Hier, Pat. Een kerstmuts. Een kerstmuts voor jou en een heerlijke, warme, gebrede trui van mijn kerstelfen voor jou. Dankjewel, kerstman. Je hebt dit wel verdiend na je goede zet dat je vandaag gedaan hebt. Dankjewel. Je mag echt fier zijn op jou, want jij bent wel degelijk een goed mens. Met een goed hart. Ik moet nu echt wel dringend gaan, want ik heb nog heel veel werk om al die pakjes rond te brengen natuurlijk. Ja, dat is bijna tijd, hè. Ja, het is bijna kerstmis. De tijd van samen zijn en lekker eten. Oh, als ik eraan denk, krijg ik honger. Goed, Patrick. Bedankt en tot volgend jaar. Ja, tot volgend jaar. Lekker, man. Dag. Bedankt, hè. Een vrolijke kerstfeest.